Hi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video wil ik je laten zien hoe je deze bos met krullen kunt maken zonder dat er hitte bij aan te pas komt. Ik heb zelf heel erg dik haar en het is ook heel erg lang. En als ik een krultang gebruik, ben ik ten eerste heel erg lang bezig en mijn haar die zakt heel snel uit. Het blijft nooit heel lang zitten, ondanks dat ik er gewoon schuim en andere producten in doe. Het zakt uit. Ik heb nu eigenlijk een manier gevonden waarop je deze krullen kunt maken. En die manier is ook nog eens super goedkoop. Want eerlijk is eerlijk, een goede krultang kost best wel veel geld. En deze spullen die je hiervoor kunt gebruiken, heb je gewoon vast al in huis. En is dus super goedkoop en ook nog eens veel beter voor je haar. Want je gebruikt dus geen hitte. Mocht je nou benieuwd zijn hoe ik deze bos met krullen heb gemaakt zonder dat je hier een hitteproduct voor moet gebruiken, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Nou, ik ben gedoucht. Mijn haar is dus gewassen. Het is nat. Er zit verder niks in. Geen extra toevoegingen of zo. Dus ik ga je laten zien wat je nodig hebt. Allereerst een haarborstel. Twee elastiekjes. Een haarklipje. Die gebruik ik zelf. Ik gebruik er ook nog twee scrunchies bij. En dus iets waar je haar omheen gaat krullen. Nou gebruik ik eigenlijk standaard een ceintuur van mijn badjas. Maar je kunt ook kiezen voor een panty of wat dan ook. Het maakt ook niet zoveel uit wat voor materiaal het is. Ik heb zelf ook een badjas die is gemaakt van satijn. Ik heb daar nog nooit mijn haar mee gekruld. Maar dat komt omdat deze iets breder is. Omdat ik vrij lang haar heb, is dat wel fijn. Maar zorg wel dat je iets gebruikt wat dus lang genoeg is voor je haar. Nou, wat je allereerst gaat doen, is je haar heel goed doorkammen. Dat is voor mij altijd een heel lastig proces. Want ik heb altijd heel veel glitter. Dus het duurt altijd eventjes. A few minutes later. Nou, als je haar dan los is, dan verdeel je het in twee gelijke delen. Dus eigenlijk zo. En dat laat je zo een beetje hangen. Dan pak je het ceintuur van je duster, of wat je dan ook gaat gebruiken. En die leg je eigenlijk een beetje in het midden zo van je haar zo. Dus eigenlijk zo. En wat ik dan doe, omdat ik begin met de linkerkant, zet ik deze kant eventjes vast met een clip, zodat de duster goed blijft zitten. Dus die zit dan mooi vast. Nou, wat ga je dan doen? Je pakt een pluk. En ik begin een beetje met deze pluk, want ik begin altijd een beetje vooraan. En die draai je dan om je duster heen, of om je ceintuur heen. Probeer het ook een beetje strak te doen. Dus dan heb je deze pluk. En eigenlijk pak je er elke keer een plukje bij. En die wikkel je er dan ook weer zo omheen. Kijk wel uit dat als het gaat trekken, dat je het dan weer eventjes loshaalt. Want je wilt gewoon niet dat het gaat trekken. Want dat is gewoon niet zo heel erg fijn. Dus ik pak er weer een pluk bij. En die draai ik er weer omheen. Nou, dan hou ik hem weer eventjes vast. Dan pak ik weer een plukje. Ja, ik heb veel haar, dus het is niet altijd even makkelijk. Ik pak er weer een plukje bij en die draai ik dan weer mee. Nou, zo doe ik dat dus. Zoals ik al zei, bij mij moet het ceintuur ook vrij lang zijn, want ja, ik heb veel haar. Zorg ook dat je de plukjes van achter goed meepakt. En draai hem gewoon. Ja, ik draai hem zelf best wel strak in. Ik ga hier dan ook mee slapen. Ik doe dit altijd als ik gedoucht heb. Want ik weet ook eigenlijk niet of het lukt op droog haar. Nou, nog een pluk. Die draaien we dan ook weer mee. En dan probeer ook niet te dikke plukken te pakken, want ja, dan krijg je wat andere soorten krullen.
Probeer het een beetje goed te verdelen. Weer een pluk. En dan ben ik al bij de laatste pluk. En die draai ik dan ook zo mee. Nou, dan draai ik alles gewoon even helemaal rond, zodat het goed om het centuur heen zit. Het ziet er heel gek uit waarschijnlijk. Probeer die uiteindjes een beetje mooi te krijgen, want anders krijg je aan het uiteindjes hele gekke plukjes. Dan pak je een elastiekje en die doe je zo. En ik doe hem dan gewoon dubbel met het centuur, zodat je eigenlijk ja, dit gewoon een beetje dubbel krijgt. Nou, dan heb je al één kant klaar. Met de andere kant gaan we natuurlijk precies hetzelfde doen. Dus ik moet wel even zorgen dat die weer een beetje recht ligt. Ik begin weer met een pluk. Als je wat dunner haar hebt en misschien wat minder haar als ik, zal het uiteraard wat makkelijker gaan. Maar ja, dat heb ik niet. Volgens mij ben ik verkeerd om begonnen. Ja, het is fijner om hem zo te doen. Deze ga ik naar de buitenkant draaien. Nou, wat is dit een raar plukje zeg. Zo. Dus ik leg hem weer even goed recht. Ik vind links makkelijker dan rechts op een of andere manier. Ik weet niet zo goed hoe dit komt. Volgens mij is dit voor jullie ook heel naar om te zien zo. Ik draai nu met de richting mee en normaal ben ik dat niet zo gewend. En ik heb daarbij ook een beetje last van kluishaar. Dus ik moet altijd een beetje rekening houden met een wat moeilijker haartype. Zolang je alle plukjes maar meepakt, dat is het belangrijkste. Je moet er wel tegen kunnen om hiermee te kunnen slapen. Niet iedereen kan dat. Dus denk je van, nou, ik vind dat helemaal niks. Kijk, want nu ga ik hier een beetje de fout in. Want hier heb ik dus een pluk die wil niet echt lekker meegepakt worden. Wacht even. Zo, ik heb hem weer. Dus eventjes kijken hoe de plukjes een beetje liepen. Want het liep niet zo makkelijk als dat ik dacht. Maar zoals ik al zei, ik heb dus met rechts altijd wat meer moeite als met de linkerkant. Het is gewoon wat lastiger met heel dik haar. Maar ik heb het zelf al een paar keer gedaan en het werkt echt heel goed. Zo. Plukje mee. Kijk, ik heb best wel veel last van babyhaartjes. Dus ik krijg niet al die kleine haartjes die lukken. Die gaan natuurlijk niet mee. Maar meestal draag ik mijn haar zo dat je dat dan niet meer ziet hoor. Nou. Ik ben bijna door mijn haar heen. De laatste plukjes gaan nu mee. En ja, daar is die, het laatste plukje. Dan draai ik hem weer eventjes zo verder door.
En dan zetten we hem weer vast met een elastiekje. Kijk, en nou zou je ervoor kunnen kiezen om hem zo los te laten hangen. Ik vind dat zelf niet fijn, dus daarom heb ik scrunchies. Ik draai ze eigenlijk, als het ware, draai ik ze een beetje achter op mijn hoofd. Ik doe dat ook een beetje hoog, zodat je er niet op ligt met slapen. Dat ziet er heel gek uit. Maar ik vind het zelf het beste werken. Mocht je het nou echt helemaal niet fijn vinden met slapen, kun je ze dus gewoon los laten hangen. Maar ik vind dit zelf best wel een fijne methode om ze gewoon achter op mijn hoofd vast te draaien. Ik maak er eigenlijk een soort van knuppeltje van en dan droogt het bij mij ook wat beter. Het ziet er nu natuurlijk niet uit, dus heel charmant is het niet. Maar ik ga je natuurlijk gewoon morgen laten zien hoe het resultaat er dan uitziet na een nachtje slapen. Want dit gaat gewoon de hele nacht zo blijven zitten bij mij. En dan morgen is mijn hele haar droog en dan zul je zien hoe het eruit ziet als ik dit eruit haal. Dus in ieder geval, dit is het proces om je haar in te draaien. Dus nu gaan we zien wat het resultaat is geworden. Zo, we zijn inmiddels een nachtje verder. Ik heb mijn make-up gewoon weer gedaan en het is tijd om het haar los te draaien. Het zit al wel minder strak als dat ik het ingedraaid had. Het ziet er echt nog steeds heel gek uit. Maar we gaan dus nu gewoon kijken hoe het eruit ziet als je het losdraait. Dus ik begin weer met de linkerkant. Dus allereerst ga ik de scrunchie eruit halen. Kijk hoe hij precies zit, want ik heb hem behoorlijk strak erin gedraaid. Normaal gaat het iets handiger voor een spiegel. Even kijken hoor. Kijk. De scrunchie kan eraf. En dan gaan we hem nu even losdraaien. Stiekje eraf. En dan is die eraf en dan gaan we hem nu heel voorzichtig losdraaien. Je ziet eigenlijk gelijk al dat de krulletjes eruit komen. Het is altijd wel een spannend moment, want het kan dus ook finaal mislukken. Maar zo ziet het er dan uit als je de ene kant hebt losgedraaid. Gaan we nu ook gelijk de andere kant eventjes doen. Nou, hier gaan we ook even de scrunchie uiteraard losdraaien. Ik hoop dat deze iets minder vast zit. Zo te merken wel. Kijk. Nou, die gaan we ook even losdraaien, het stiekje. Ja, een stukje even uithalen. Dat je wel gelijk met dat ding zo voor je gezicht. Dat is even iets minder, maar. Zo, stukje eraf. Ga eens weg. Je zit in de weg. Zo. Ik draai het eigenlijk heel voorzichtig met het lijf een beetje los. Dus altijd even goed kijken hoe zit het er precies omheen. Deze zit net iets minder makkelijk, lijkt het, als de vorige. Zo. En voilà, dan haal je hem eraf. En dan is dit eigenlijk het resultaat na een nachtje slaap. Je ziet dat deze krul ziet er een beetje raar uit. Die is iets grover. Maar je hebt eigenlijk best wel veel krullen. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien van de achterkant. Je hebt eigenlijk gewoon een hele bos met
met krullen zo. Ik ga dit nu even fatsoeneren. Dus ik ga er even wat schuim in doen en even die voorkant een beetje normaal doen. En dan kom ik even bij jullie terug om te laten zien hoe het er uiteindelijk dus echt uitziet. Zo, ik heb het een beetje bewerkt. Ik heb het aan de achterkant weggestoken met een knipje. Omdat ik het niet fijn vind als die voorste plukken zo blijven steken, zeg maar. Ik heb er een beetje schuim in gedaan om het een beetje speelser te maken. Je zou het ook nog kunnen doorkammen, maar ik ben bang dat ik de krul er dan te veel uithaal. Dus ik laat hem altijd zo. Ja, ik vind het resultaat altijd wel heel erg leuk. Je kan dit ook doen door middel van rollers. En dat heb ik ook een hele tijd gedaan. Op zich werkt dat ook wel heel goed. Alleen je kunt veel dunnere plukjes pakken. Je bent er veel langer mee bezig. En het slaapt nog minder lekker, want je ligt echt op die rolletjes. Dus ik vind deze manier gewoon zelf heel fijn werken. Het is niet een hele nieuwe manier, want ik geloof dat heel veel mensen dit al doen. Maar ik wilde eigenlijk gewoon laten zien dat het ook met lang en dik haar mogelijk is om een mooie bos krullen te krijgen. Mijn haar is lang en dik en met deze methode die ik je nu heb laten zien, blijft het gewoon de hele dag mooi zitten en zakt het ook niet uit. Het veert ook lekker een beetje, dus het is gewoon heel speels. Ik vind het zelf in ieder geval heel erg leuk. Ik hoop in ieder geval dat je wat aan deze video hebt gehad en dat je het leuk vond om te zien. Ik ben eigenlijk benieuwd of je zelf misschien van plan bent om dit te gaan nadoen. Of dat je deze manier misschien ook al wel kende. Of dat je denkt van nou, mijn haar is veel te kort hiervoor. Ik hoop in ieder geval dat het duidelijk was hoe je dus zonder hitte krullen kunt maken. Ik wil je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Dat kan er op het rondje met mijn gezicht drukken of op mijn kanaal zelf. Daar staat een rode button. En als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!